We staan hier in de voormalige brandweerkazerne. Dit behoorde vroeger tot het politiebureau. Het politiebureau stond hiervoor. En hier hopen wij over een aantal maanden IJsselkade te kunnen gaan starten. Ja, IJsselkade, wat is dat precies? Eten, drinken en strand. Hiernaast komt ze dadelijk een hartstikke leuk strand. Hiervoor komt grasveld met allerlei sporttoestellen, speelmogelijkheden voor kinderen, maar ook een heerlijk terras. Want hoe zijn jullie op idee gekomen? Jaren geleden stond er in masterplan De Schil van de gemeente Doetinchem een strand ingetekend hier aan de Oude IJssel. Precies hier in de hoek. Toen zei ik tegen mijn man van, nou weet je dat, als er iets is wat Doetinchem niet heeft, is het dat. Is dat niet leuk om daarmee aan de slag te gaan? Maar toen stond het politiebureau hier nog. En is het plan eigenlijk een beetje in de ijskast gekomen tot, nou ja, ik denk 2 jaar geleden. Toen hebben we het weer serieus opgepakt. Wat willen jullie bereiken met de IJsselkade? Nou, we willen allereerst toeristen hier naartoe trekken. Ik denk dat het heel goed is voor Doetinchem. Het is aanvullend op wat er al is in het centrum. Dus je kunt oversteken en even shoppen of daarna nog de kroeg in. We worden geen kroeg. Dus het wordt lekker eten en het is echt iets anders. We hebben natuurlijk het strand straks aan de zijkant. En de flaneerstijger, dus je loopt zo deze kant op. Het wordt een laagdrempelig gebeuren voor gezinnen. Maar we willen muzikanten uitnodigen, we willen lezingen doen. Er gaat van alles gebeuren en voorop staat lekker eten. Wanneer gaan jullie beginnen? Als het aan ons ligt, zo snel mogelijk. Maar we willen eigenlijk toch wel april zo'n beetje open gaan. April, mei, als het gaat lukken.